Als u de foto's zo bekijkt, wat denkt u? Dan denk ik geen wolf. Waarom niet? Nou, het dier dat op de foto te zien is, het heeft wel wat kleuren. Het heeft wel een witte wangvlek en dergelijke. Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken van, hey, is dat nou een wolf of niet? Ja, maar een wolfhond die lijkt ook sterk op een wolf. Je hebt ook zelfs bepaalde sneeuwhonden, sledehonden die ook daar wat van weg hebben. Het dier wat hier op de foto te zien was, dat was ontzettend goed in conditie. Relatief ook wat lage poten, ondertussen dat een wolf juist wat lange poten heeft. De staartdracht, iets met een krul naar achteren toe. Dat zijn allemaal van die tekenen dat ik denk van, nou nee, dit is geen wolf geweest. En überhaupt hier, bijna in het centrum van Hoek-Marsum? Ja, het gedrag is natuurlijk weer helemaal onnatuurlijk. We hebben dus die ene wolf gehad in Drenthe, Groningen, waarvan toch de meeste deskundigen zeggen van ja, het is geen natuurlijk gedrag. En het zou wel weer heel toevallig zijn als het volgende beest wat hier over de grens heen komt, dat het weer dat onnatuurlijke gedrag heeft. Dus nee, ik geloof er niet in. Maar toen u de eerste geluiden hoorde, kwam u ook wel meteen hier naartoe om te kijken of het wel of geen wolf was? Nou, ik werd dus gebeld. En ik dacht in eerste instantie dat het bij het café was Rauwes in Klein Agelo. En daar is in het verleden wel een keer uitwerpselen gevonden van, naar alle waarschijnlijk, een wolf. Jammer genoeg kon toen niet meer het DNA onderzocht worden, omdat het te lang echt in de regen had gelegen. Maar dat dacht ik aan. En dat, ja goed, dan komt het een klein beetje in de buurt natuurlijk. In Nordhorn zit natuurlijk daar de wolf. Hij kan natuurlijk eens een keer een klein uitstapje richting deze kant doen. Maar het centrum van Hoek-Marsum, dat verwacht u niet? Nou, dat is niet de normale plek waar de wolf zich graag zal laten zien, nee. En deze ziet er dus ook gewoon niet uit als een wolf, vindt u? En deze die heeft te veel kenmerken van een niet-wolf zijnd, dus nee.